Heeft trainer Anton Jansen van de Treffers de spelers goed geïnstrueerd voor de wedstrijd tegen TSC? Hoe gaat het bijvoorbeeld om met de verdedigers en met de aanvallers van TSC? En kan TSC de goede lijn doorzetten van de afgelopen week tegen HHC Hardenberg? Dat en meer stond er op het spel tijdens de wedstrijd tegen de Treffers uit Groesbeek. Allereerst de opstelling van beide teams. We beginnen met TSC op doel van der Sman. In de achterhoede Vierek, Sjakison, Alleskan en Takasawa. Op het middenveld Sanaki, Westerlaken en Vink. En de voorhoede van TSC wordt gevormd door Van Gessel, Vanningen en Peters. De opstelling van de Treffers. Cornelis, die vinden we daar op doel. Jansen, Balkenstein, Leemans en Keukens in de achterhoede. Hendricks, Verbeek en Van Straat op het middenveld. En de Bond, Meeuwsen en Mutsers, die vormen de aanval van de Treffers uit Groesbeek. Een eerste overwinning op eigen veld was een vurige wens van TSC. In de zesde ronde van de tweede divisie kwam het er echter niet van. De Treffers uit Groesbeek was net als verleden seizoen te sterk op de lok. Dit keer verloren de Tielenaren met 0-2. Zoals zo vaak liep TSC al in de beginfase tegen een achterstand op. Freek Keukens en Wesley Meeuwsen maakten het linkerverdediger Akita Kasawa zo moeilijk dat deze niet meer kon ruimen. Meeuwsen zette vervolgens voor op de vrijstaande Robert Mutsers. Deze schoot van dichtbij via de onderkant van de lat raak. 0-1. TSC had de schade een minuut later meteen kunnen herstellen. Een corner werd door de verdediging van de bezoekers niet weggewerkt. Bart Westerlaken schoot twee keer uit de ouderwetse schimmetje in. Maar even zo vaak werkte de verdediging van de Groesbekers de bal van de lijn. Na een kwartier bediende Wimilio Vink Brian Peters op rechts op maat. Peters ging op snelheid op doelman Niels Cornelissen af. Te vlug besloot de spits te schieten. Hij raakte het zijnet. Een paar passen meer had een 100% kans opgeleverd en wellicht een doelpunt. Een minuut later was het aan de andere zijde ook bijna raak. Een lange bal werd door Meeuwsen net aangeraakt. Op de doellijn bracht Takasawa redding naast de al gepasseerde doelman Sebastian van der Sman, die overigens een puikwedstrijd speelde. Na de rust verving Jos Peltzer de onopvallend spelende Nemia Sanaki. De lengte van Peltzer bracht in ieder geval wat meer kracht bij de vele luchtduels. TSC begon fel en had voor de eerste kans maar 50 tellen nodig. Matthijs van Gessel vond met zijn voorzet Peters die uit de lucht uithaalde. Cornelis had vervolgens alle geluk dat de volley via zijn schoen net naast vloog. TSC leek na ruim een uur op een grotere achterstand te komen. Rick Verbeek haalde van dichtbij uit, maar met een uitstekende redding voorkwam Van der Sman erger. Ook bij de daarop volgende scrimmage lag de doelman twee keer uitstekend in de weg. Een kwartier voor tijd beging Gregory Vierek een domme overtreding op Mutsers in het 16 meter gebied. De bal ging op de stip en hoewel Van der Sman een uitstekende reputatie heeft in het stoppen van strafschoppen, scoorde Verbeek koeltjes 0-2. En daarmee ging de wedstrijd ook definitief op slot. Dit was tevens de eindstand. Anton Jansen, trainer van de Treffers, met 3 punten naar huis. Verdiend? Ja, ik denk wel dat het verdiend is. Ik denk dat we een prima wedstrijd gespeeld hebben en niet echt in de problemen zijn geweest. En de score voorlopig is eigenlijk ook prima, gunstig. Nou, leek het erop alsof TSC tegen zichzelf aan het voetballen was. Jullie hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. Ja, ik denk dat TSC niet helemaal in goede doen is. Aan de andere kant, ja, dat heeft misschien ook wel met ons te maken. Vorige week hebben ze eigenlijk een goede 3-0 overwinning behaald. We slaagden erin eigenlijk om de ruimtes klein te houden en redelijk te combineren af en toe. Maar goed, dan als er een doelpunt valt, dan geef je dat natuurlijk wel weer een steun in de rug. Dus we hebben eigenlijk een prima wedstrijd gespeeld. Ja, wat dat betreft zeer effectief. Zoveel kansen zijn er niet geweest voor de Treffers. Maar op het moment dat die bal voor het doel zit, gaat hij er wel in. Ja, nou goed, we hebben zelf een paar kantjes gehad waarvan je denkt, ja, daar kan je meer van maken. Of mogelijkheden die misschien tot kansen zouden kunnen komen. Maar nee, inderdaad, we hebben niet echt heel grote kansen gehad. Maar ja, effectiviteit, ja, dat is de kwaliteit deze wedstrijd. Jij bent zelf ook nog zoekende, hè, met het ideale elftal van de Treffers. Hebben jullie het lek boven?
Nou ja, het lekt boven. We hebben het wel redelijk staan, denk ik. En we hebben wel een groep van 14, 15. Nou goed, misschien wel allemaal. Die redelijk goede concurrentie aan elkaar geven. En het is, op dit moment is het ook een prima groep. Dus nou, dat is erg belangrijk. Over het verloop van het seizoen, ja, dan hebben we met name speel ik er één wedstrijd de negatieve zin uit. Dat is tegen GVVV. En daar hebben we ver onder ons kunnen gepresteerd. En dat was niet goed. Aan de andere kant, die andere wedstrijden, wel redelijk gespeeld. Eerste twee wedstrijden te makkelijk de doelpunten weggegeven. Maar nu de nul, vorige week de nul. Toen kregen we die GVV-wedstrijd, dat was niet goed. Daarvoor de nul. Dus nou, daar mogen we wel tevreden over zijn. Kunnen we afspreken dat we, want vorig jaar heeft de EC hier ook verloren, hè, in de topklasse. En uit in Groesbeek dat we zeg maar weer zo'nzelfde verhouding in het veld gaan krijgen? Nee, laten we dat niet afspreken. We wilden juist dat, vorig jaar hebben we de punten verdeeld eigenlijk, hè. En we wilden eigenlijk dit jaar de volle 6 punten pakken. Maar okay. Goed, het is, kijk, het balletje is rond, 45 minuten. Nou, maar we hebben daar wel indruk gemaakt destijds, hè? Oh ja, zeker. Ja, maar het hele vorige seizoen. Want ik vond Tech een prima voetballende ploeg. En met individuele vaardigheden. En dus ja, dat kan ook niet in één keer weg zijn. Dus niks aan het handje, zou ik zeggen. Man of the match, Jip Bartels. Wanneer kan ik dat weer eens een keer gaan zeggen? Ik hoop zo snel mogelijk, eerlijk gezegd. Ik ben hard aan de slag in Amsterdam om naast mijn studie nog met de personal trainer veel te trainen om weer fit te worden. En om het goede gevoel weer terug te krijgen. Dus, je bent niet fit? Ik ben wel fit, zeker. Maar als je niet elke week speelt, dan moet je wat extra's doen. En dat doe ik. Heb je zelf enig idee waar het lek zit, als er al over een lek te spreken valt? Over TEC als algemeen bedoel je nu? Ja, ja. Ik denk dat eerlijk gezegd dat het wel meevalt in de zin van tuurlijk willen wij zelf ook meer punten pakken en een beter spel laten zien. Ja, maar als je deze wedstrijd dan vergelijkt met de wedstrijd uit tegen HC, ja, dan is deze ploeg weer geen schim van de wedstrijd die daar gespeeld werd in Adenberg. Ja, dat is een heel groot verschil. Ja, klopt. Nee, de trainer zei het net ook, we schieten van geluk naar verdriet elke week. En dat gaat op en neer. Het heeft ook te maken met niveau. Ik bedoel, we zijn gewend de laatste jaren om elke keer te promoveren en eigenlijk alleen maar successen te beleven. En we zijn nu op een niveau beland waarbij elk team dusdanig speelstijl hanteert dat je gedwongen wordt om zelf ook eigenlijk lelijk voetbal te spelen. Ja, maar naast Sven van Inge, publiekslieveling, waren er nog twee, Curtie de Wind en jij. En die laatste twee, ja, die moeten we weer aan de bak, kun je dat beloven? Nee, zeker, dat doen we ook. En we zijn hard aan de slag en ik hoop hem zo snel mogelijk weer te laten zien. Robert Mutsers verdient gewonnen, de treffers uit Groesbeek met 3 punten naar huis. Prettig. Zeker, zeer prettig. Ik had het mij niet anders kunnen voorstellen en wensen. We hebben vandaag als team gespeeld, hard voor elkaar gewerkt, nodige meters gepakt voor elkaar. En wij weten dat wij als team elke wedstrijd wel wat kansen krijgen. En vandaag verzilveren we die en zo zie je dat je met 3 punten naar huis gaat. Goed, in de tweede helft krijgt TEC best nog wel een aantal kansen, maar eigenlijk zat het er voor die club niet echt in, hè? Nee, klopt. Ik vond het geen 100% kansen zoals ik het mij terug kon halen. Natuurlijk werden ze wel een aantal keer gevaarlijk, maar wij weten dat wij ook vanuit de omschakeling kunnen spelen. Dus daar loeren we dan op en gelukkig valt het goed vandaag voor ons met die penalty nog. En zo nemen we alsnog, zoals ik al eerder zei, 3 punten mee naar huis. Jouw directe tegenstander, Akita Kasawa, hoe ging je ermee om? Ja, hoe ging ik ermee om? Ja, ik weet niet of het normaal ook een linksback is of weet niet. Ja, je komt hem een aantal keer tegen, dat zag ik al wel. Vandaag leuke duels uitgevochten met elkaar, dus ja, dat is leuk. En de treffers, die tweede divisie, ook best wel spannend. Jullie hebben nu, zeg ik aan mijn hoofd, 8 punten. Staan jullie nu op de plaats waar jullie horen of hebben jullie nog een hogere ambitie? Nou, ik denk dat onze ambitie wel zo in de top 9 ligt, het linker rijtje. We hebben, als ik de afgelopen wedstrijden terugkijk, hebben we wedstrijden gehad dat we 3 punten verdienden. Hebben we wedstrijden gehad dat we een punt verdienen en we verliezen. Ja, een beetje een dubbel gevoel af en toe. Maar ik denk dat we gewoon zo op deze weg door moeten gaan en dat het wel goed gaat komen. Frits van den Berg, zijn we weer terug bij af? Ja, na vorige week zeker. We hebben een hele teleurstellende wedstrijd gespeeld. Al met al had het
Naar mijn mening had het ook nog wel alle kanten op gekund. Want als ik de kansen tegen elkaar afreken, dan had het ook een uitslag kunnen zijn van 2-2 of 3-3. Maar ik vind wel dat de treffers terecht gewonnen hebben. Ja, zij lieten TSC komen en hebben daarop gereageerd. En dat hebben ze eigenlijk heel makkelijk kunnen doen. Ja, maar dat heeft de wedstrijd ook in de hand geholpen. Kijk, als je na 8 minuten op 1-0 achter komt. En je ziet de manier waarop het gebeurt. Hè, dus uiteindelijk is het de persoonlijke fout van Akki. Akki had gewoon die bal over de zijlijn kunnen schieten. En dan valt die goal niet. Maar het gekke is dat eigenlijk daarna de wedstrijd eigenlijk al kapot gemaakt werd. Hè? Ook door de tegenstander. Heel slim. Hè? Tempo eruit halen bij ons. Wij kwamen niet meer aan het voetballen toe. Vertragen. Tijd. Maar dat is het speciaal. Ja. Dat is het verhaal van dat ze begrijpen hoe het spelletje gespeeld moet worden. Ja, goed, dat is de ervarenheid van deze ploeg, van de treffers. En daar hadden wij heel veel moeite mee. Wij hebben toch geprobeerd uiteindelijk om in het voetbal weer terug te komen, in die wedstrijd terug te komen. Dat lukte niet. We kregen het niet voor elkaar met een lange bal. Er waren te veel spelers die niet de juiste vorm hadden. Zeker op het middenveld niet. Ja, goed, en dan loopt zo'n wedstrijd zoals je nou loopt. Ik had het idee dat ik alleen maar omhoog heb zitten kijken. Ik heb alleen maar lange ballen, hoge ballen het was doods. Ja, en leek ook wel of er een deken over dat elftal lag. Ja. Uitspelen we beter dan thuis. Dat is voorlopig dan de conclusie. Ja, maar dat is ook ergens wel een klein beetje begrijpelijk. Kijk, Anton Jansen is slim genoeg te weten dat wij graag het spel willen maken. Nou, dat is ons vandaag niet gelukt. Hij heeft dat gedaan met een bepaalde manier van tactiek. Werd in een wedstrijd geholpen door die snelle goal. Dus dan kun je reactievoetbal spelen. Kun je op de counter spelen. Ja, en dan is het afwachten op de tweede counter. En in de tweede helft zijn er een aantal momenten geweest. Ook weer voor onze goal, waarin Sebastian ons in de wedstrijd hield. Met een scrimmage onder andere. Maar we hebben ook momenten gehad. Als ik relateer, in de eerste helft in de 15 minuten een kopkans van, of een kans van Brian Peters. Een kopkans in de 46e minuut van Sven Vaningen. In de tweede helft gelijk al na de rust, 47e minuut. Een hele goede kans voor Brian Peters. Ja, en uiteindelijk blijft maar steeds die 1-0 op het rooster staan. Nou ja, dan krijg je een domme overtreding van Greg. Ja, die wordt bestraft met de strafschop. En dan is het de wedstrijd gespeeld, klaar. Ja, de wissels waren best wel oké. Okay, er kwam in ieder geval druk met Kai Huygens en met Jos Peltzer. De wissel, Brian Peters van Nouri. Heel veel mensen op de tribune vonden dat onbegrijpelijk. Ja, maar goed, dat is ik zal de gedachtegang erachter vertellen. Kijk, Mo is nog steeds een speler. En ik moet ook eerlijk zeggen, hij had wel een paar goede momenten. Op het moment dat hij inviel, er kwam ook een assist bij. Ja, we kunnen er lang en breed over praten. Maar hij heeft toch een oog voor bijvoorbeeld een steekpaas. Nou, dat lukte bijna 1 keer. Ja, en in die korte tijd dat hij dan in die wedstrijd komt, ja, dan dat is de keuze die je op dat moment maakt. En, ja, maar Brian Peters was vorige week bij HC de revelatie van het elftal. Ja, en we dachten met z'n allen van nou, het lek is boven. Jawel, maar daarom is Brian ook gestart. En ik denk ook dat Brian, naarmate de tweede helft vorderde, dat het lampje ook al redelijk uit was bij Brian. Vandaar ook dat wij hem in de gaten hielden en uiteindelijk ook gewisseld hebben. Je kunt altijd reden twisten over wie moet je dan brengen. Nou, we hebben gekozen voor twee lange mensen in het centrum. Met Mo aan de rechterkant, met Matthijs aan de linkerkant. En uiteindelijk heeft het niks opgeleverd. Zo moet je het zien. De uitslagen van afgelopen weekend. GVVV Jong FC Twente 0-0. Katwijk Kozakkenboys 0-0. Barendrecht HHC Hardenberg 2-2. Spakenburg FC Linde 4-2. VVSB AFC 3-2. Jong Sparta Excelsior Maassluis 2-1. Jong AZ Koninklijke HFC 5-1. TEC De Treffers 0-2. En UNA Jong Vitesse 1-5. De stand per 18 september 2016. Jong AZ bovenaan. 6 wedstrijden gespeeld, 14 punten. Op de tweede plaats uit Veenendaal, GVVV, 12 punten. Spakenburg daar weer onder op de derde plaats met 11 punten. Kozakkenboys vinden we op plaats 4, ook met 11 punten. AFC uit Amsterdam, 10 punten. VVSB uit Noordwijkerhout, ook 10 punten. En Katwijk vinden we op plaats 7 met 8 punten uit 6 gespeelde wedstrijden. TC vinden we terug op plaats nummer 14, 7 punten op dit moment uit 6 gespeelde wedstrijden.
Dan de beoordeling van de spelers. Sebastian van der Sman, man of the match. Hij scoorde een 7,5. Ibrahim Alleskan, een 6,5. Brian Peters, een 6,5. En Rendel Sjakisson, ook een 6,5. Gregory Vierek, een 6. Emilio Vink, een 6. Jos Peltzer, een 6. En Kai Huygens, ook een 6. Sven van Inge, een 5,5. Bart Westerlaken een 5, Akita Kasawa een 5, Nehemia Senaki een 5, Matthijs van Gessel een 5 en Mohamed Nouri een 4,5. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC wordt gespeeld op zaterdag 1 oktober en begint om 6 uur. Dan wordt gespeeld tegen Excelsior Maassluis. De eerstvolgende uitwedstrijd van TSC is zondag 25 september. En die wedstrijd begint om 2:30. Dan wordt in Amsterdam gespeeld tegen AFC. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.